graag een cursus dieren communiceren gaan doen. Maar helaas ben ik slechthorend, doof, dus ik dacht, hoe ga ik dat doen? Ik heb een schrijftolk. Zij is schrijftolk en gebarentolk ingehuurd. En we hebben van tevoren informatie gevraagd aan de cursus of dat kon. Ze waren er zelfs blij mee en vereerd mee dat ik een schrijftolk meenam. Dus ik heb een uur aangevraagd, gekregen en ik kon de cursus gaan doen. Het doel was natuurlijk dat ik met dieren communiceren, maar ik liep tegen het probleem aan, hoe ga ik dat doen? Dat heb ik aan de cursusleiders overgelaten en aan mijn tolk overgelaten. Ik ben zo super begeleid, zowel door de cursusleider als door de schrijftolk. Zij is ook gebarentolk. We kregen filmpjes. Met de filmpjes kreeg ik eerst de tekst. Die kon ik meelezen terwijl het verteld werd. Er waren meditaties. Die kon ik van tevoren lezen, zodat ik me al de woorden kon zien en kon herkennen als ik mijn ogen dicht had. Verder hield de cursusleider heel veel rekening met de schrijftolk. Nou, echt complimenteus. Dat heb ik nog nooit ervaren, dat er zoveel rekening werd gehouden, zowel met mij als met de tolk. Want ik was heel energievrevend voor de tolk, ook voor mij, maar ik wilde cursus doen, dus daar stel ik me op in. Ik moet zeggen, ik heb het nu, de laatste dag, een super gevoel. Ik ben niet onzeker. Normaal ben ik altijd onzeker. Wat mis ik? Wat heb ik gemist? En dat voelt niet fijn. En nu, ik kan met dieren communiceren. Ik ben zo blij. Het is echt super goed. Mijn complimenten voor Nathalie en Nieke. Ik heb net ook een gesprek gehad met een dier. Dat was heel bijzonder. Ik stond er zelf aan te kijken dat het mij lukte. In 4 dagen. 2 blokken van 2 dagen. Nu, de 4e dag, kan ik praten met dieren, communiceren met dieren. Dat ging zo super. Mijn gebarentolk, die hielp mee. Ik was toch in meditatie en ik kon toch kijken naar haar. Zij gebaarde dan de woorden, wat ik niet gehoord had. Ik kan alleen maar zeggen, in 1 woord met dikke vette letters, super. Niet om complimenteus te zijn, niet, maar ik heb nu zo'n super gevoel dat ik dat kan. En ik ben niet, nu op dit moment niet doof of slechthorend. Ik ben gewoon medelid, gewoon goedhorend, als je snapt wat ik bedoel.